Yes, dames en heren, super tof jullie kijken naar deze gloednieuwe update video. Allereerst druk natuurlijk eventjes op een duimpje omhoog. We gaan weer proberen de 3000 likes te hitten. Hopelijk kunnen we dat redden. Abonneren op dit kanaal, dat kan natuurlijk ook. We gaan heel hard richting de 500.000. Heel erg bedankt ervoor. En je kunt ons natuurlijk supporten in de item shop met de code teveelgevraagd. En 5% van je aankopen gaat onze kant op. Wie onze code ook heeft gebruikt is BoasDekker14. Hey TFG, ik heb jullie zak gebruikt in de item shop. En ik hoop dat ik de V-Bucks kan krijgen. Want dan kan ik jullie elke dag vaker supporten. Denk ik. In ieder geval, Boas Dekker, heel erg bedankt dat je onze code hebt gebruikt bij het behalen van die skin volgens mij. En ook een dansje zag ik als ik naar beneden scrolde. Boas, heel erg bedankt. En je hebt inderdaad 1000 V-Bucks gewonnen. En die kun je dan misschien inderdaad weer uitgeven aan iets in de item shop. Dat kan natuurlijk met onze code. Kan ook met iemand anders zijn code natuurlijk. Maar in ieder geval, heel erg tof dat je onze code hebt ingevuld. Goed jongens, laten we snel doorgaan naar het eerste topic. Ik heb wel interessante nieuwtjes weer. Dus ja, laten we gelijk gaan beginnen. En het eerste nieuwtje gaat eventjes over een heel goede aankondiging. Namelijk een nieuw toernooi. Trios Week 1. Trios komt eraan, dames en heren. En dat gaat starten op 14 maart. Namelijk 14 en 15 maart, dan zal Week 1 zijn. En uiteindelijk gaat dat volgens mij door tot volgens mij Week 5. En dan uiteindelijk krijgen we een soort van finale. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar dat Trios eraan gaat komen, dat is absoluut een feit. Ik heb eigenlijk alleen dit plaatje. Ja, ik heb niet zoveel onderzoek hiernaar gedaan. Maar goed, in ieder geval, Trios komt eraan. Is super dik. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat er eventjes over hoe jij de gouden variant skins kunt krijgen. Dit weten heel erg veel mensen niet. Ik dacht van, laat ik het gewoon nog eventjes opnoemen. Namelijk, hier zien jullie het lijstje bij level... Oh, het staat helemaal door elkaar heen. Maar in ieder geval, bij level 100, dan krijg je dus een gouden variant van de tier 100 skin. Best wel logisch natuurlijk. 180 heb je, level 140 heb je. Uiteindelijk gaat het door tot level 300. En dan heb je de gouden bananenskin. Dus als je die hebt, of in ieder geval die tegenkomt, dan weet je dat diegene best wel hoog is. Goed, laten we dan gaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over de shout emotes. Deze emotes, die werden enkele dagen geleden gevonden in de files. En dit zijn best wel aparte emotes. Hier een kort stukje. Ja, oké, jullie horen het. Best wel apart. Dit zijn allemaal stukjes die we kennen uit andere filmpjes en zo. Dit zijn eigenlijk gewoon bekende, ja, bekende stukjes eigenlijk. Alleen... dit zat in de files, alleen het is eruit gehaald. Dat is natuurlijk wel heel erg jammer, want ik zou heel erg graag bijvoorbeeld Leroy Jenkins of zo willen schreeuwen door de map heen. Dus het is gewoon best wel grappig. En zo heb je er veel meer. Maar die zijn dus allemaal uit de files gehaald. Best wel jammer, maar misschien is het encrypted. Dat zou natuurlijk ook kunnen... Laten we dat een klein beetje hopen. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over die Maya challenges. Namelijk, ze zijn allemaal geleakt door iFireMonkey. Zoals jullie zien hier, zien jullie alle challenges die je moet doen... om natuurlijk nieuwe styles te unlocken voor Maya. Want Maya is natuurlijk een Battle Pass skin die je helemaal kan customizen. En dit zijn dus ook de challenges die je daarvoor moet doen. Goed, laten we gelijk weer doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over een nieuwe LTM leak. Namelijk, dit wordt een LTM Infect. Versus Survivor. Het is gevonden in de files en ik ben hier heel erg blij mee. Want dit is zo ontzettend spannend, hè. Voor degene die geen idee heeft waar ik het over heb. Nou, misschien ken je het wel van Call of Duty. Je hebt zeg maar een Infected team en een Survivor team. En het Infected team dat start met één iemand met een knife. En vaak ook met iets wat hij moet gooien. En de rest die moet verstoppen en die moet ervoor zorgen dat hij niet getikt wordt. Wanneer diegene wordt getikt, dan gaat hij over naar het andere team. Namelijk het Infected team. En uiteindelijk moet er... het infecte team er natuurlijk voor zorgen dat er geen survivors meer zijn. Dit is zo ontzettend spannend, hè. En ik kan niet wachten om dit te kunnen spelen. Goed, het zit nu in de files. En ik ben echt heel erg benieuwd wat dit precies gaat zijn. Dus ja, ik weet het ongeveer. Natuurlijk, dat heb ik net uitgelegd. Maar ik wil weten welke map en zo. En wat alle features zijn en zo. We hebben wel een aantal features. Bijvoorbeeld double jump heb je bijvoorbeeld. Je hebt growl, je hebt heartbeat, scream. Dus je kunt allemaal leuke dingetjes doen. Dat zeker weten. Maar uiteindelijk moeten we het nog eventjes zien. Moeten we nog eventjes afwachten. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over de meest verdienende Twitch streamer. En dit heeft in principe niet zo heel erg veel te maken met Fortnite. Maar ook weer wel.
Want het is een Fortnite streamer die op nummer 1 staat. En het is Nick Murks. Jawel, Nick Murks staat gewoon op nummer 1. Zelfs hoger dus dan TFue. Dat is echt insane. TFue staat volgens mij wel op nummer 2. Dus hij verdient ook ontzettend veel om precies te zijn. Trouwens, verdient Nick Murks dus $1.5 miljoen per jaar. En TFue zit er vlak achter, namelijk met $1.4 miljoen. Maar het is echt insane, jongen. En dat is dus los van alle donaties, hè. Dit is enkel en alleen gewoon de subscribers. Dus de betaalde subscribers, dat is echt niet normaal. Hun sponsordeals komen er natuurlijk bij. Hun gewonnen geld van tournaments komt er natuurlijk bij. Donaties, wat ik net al zei, merchandise komt erbij kijken. Er komt vast en zeker nog veel meer bij kijken. Ik heb waarschijnlijk half nog niet eens opgenoemd waarmee ze geld verdienen. Het is echt insane. Dus ja, zeker weten, goed gedaan. Nick Murk staat op nummer 1 in die Twitch-lijst. Goed, laten we dan gaan naar het allerlaatste topic. En dit gaat eventjes over een grappige clip. Namelijk een streamer die wou iemand killen. Alleen diegene, die was toch niet AFK. Dan, there's a guy on me. What are the fucking odds of that happening? He's literally in the building. He's like 5 HP. I was pickaxing him because I thought he was AFK. Ja, je moet altijd heel erg oppassen als je zo iemand probeert te killen en je hebt zelf wapens. Ik zou eigenlijk niet eens het risico nemen. Want als diegene je killt dus. En dan komt het op Reddit te staan. Wat dit dus is gebeurd. En dat is best wel beschamend. Al helemaal als je een streamer bent. Je gezicht staat erbij. Ik weet niet. Is niet echt heel erg prettig, denk ik. Maar wel grappig. Dames en heren, dit was alweer het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze update video. Vonden jullie het super nice? Druk dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Zal heel erg helpen. Abonneer op dit kanaal, dat kan natuurlijk ook. En je kunt dus ook sporten in de itemshop met de code TEVEELGEVRAAGD. En 5% van je aankopen gaat onze kant op. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.